Als ik een nieuwe video heb gemaakt, gooi ik die online en zet het op Twitter en dan vraag ik om likes en subs. Ja, likes en subs. Als ik een nieuwe video heb gemaakt, gooi ik die online en zet het op Twitter en dan vraag ik om likes en subs. Ja, likes en subs. Dus like! Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we praten over iets heel kut, maar zie jullie wel in de titel. En En daar gaan wij vandaag eens over praten. Dus jongens, ik zou zeggen, wij gaan vandaag gewoon een lekker potje Black Ops 2 spelen terwijl ik over dit kutte onderwerp praat. Ik ben Ace en ik zou zeggen, boys, smash die like. Zorg dat we veel fucking lekkere duimpjes omhoog kunnen hebben, zo fucking vet zijn. Ik ben Ace en ik zeg, let's do this. YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe Black Ops 2 video op jullie beeldscherm. Ik heb deze video zo hard mogelijk proberen in jullie gezicht te knallen met meteen mijn parodie van het liedje Drank en Drugs van New Wave. Echt geweldig liedje, check de beschrijving voor dit geweldige liedje. Ik heb eigenlijk wel zin om er een volledige parodie over te maken, want ik vind die tekst die ik ervan heb geschreven van likes en subs eigenlijk wel droog en het is eigenlijk ook wel toepasselijk. Dus laat zeker weten ja, wat jullie daarvan denken. Ik vind het wel een goed idee en dan maak ik dat clipje ook al na van dat liedje, want dat clipje vind ik gewoon ook super nice. Maar vandaag, lieve jongens en meisjes, gaan wij het hebben over je jaar opnieuw doen. A.k.a. blijven zitten. A.k.a. een jaartje dubbelen. A.k.a. al je vrienden achter moeten laten omdat je slechte punten had. A.k.a. een eigenlijke leven een jaar van je fucking leven verspild aan niks. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, zijn het bijna examens. Why the fucking hell heb ik die oortjes nog in? Oh my fucking god. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, zijn het bijna examens. En de zomerexamens zijn dit jaar echt fucking veel. Ik heb geen partiële examens gehad, wat dus betekent dat ik met de Pasen geen examens heb gehad. Dus ik moet serieus alle leerstof kennen van januari tot nu. En ik kan jullie zeggen dat het echt wel pittig veel is. Maar zo slim of dom als ik ben ik niet echt de guy die al op voorhand begint te leren en die al shit begint voor te bereiden voor de examens. Want zo ben ik gewoon niet en dat is niet de gang van zaken bij mij. Ik studeer meestal gewoon de dag zelf en dan zie ik wel hoe het uitpakt. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar omdat mijn examens met kerst niet echt zo denderend waren, moet ik deze examenperiode bij mijn oma gaan studeren. En hopelijk heb ik goede punten, want anders moet ik het vierde middelbaar opnieuw doen. Daar heb ik echt geen zin in. Maar jullie geloven er ook waarschijnlijk allemaal in dat ik mijn jaar ga doordoen. Dus met jullie volle support gaat het wel lukken, hoop ik. Als ik mijn jaar opnieuw moet doen, wajo, dan is het gewoon jaar opnieuw doen. Dat is hetzelfde alsof je een fucking video maakt en je edit hem volledig en op het einde van je edit crasht Sony Vegas en je moet het volledig opnieuw doen. Dat is zo kut. Holy shit. Mijn camera is bijna aan het uitvallen. Holy shit, ik heb nog maar 1 bar battery. Oké, als die camera hier ineens gewoon random uitvalt, dan ben ik echt de lul. Don't leave me. Please. Stay with me. Stay with me. En weet je wat het allerergste is aan blijven zitten? Maar dan echt het volledige erge. Ik zit nu in het vierde middelbaar. Dus stel ik zou nu moeten blijven zitten. Dan gaan al mijn vrienden door naar het vijfde middelbaar. Dan zit ik nog altijd in het vierde middelbaar. Maar dan zie ik hem nog altijd op de speelplaats. Het jaar daarna gaan ze helemaal naar het zesde. Ga ik naar het vijfde. Zie ik hem nog altijd op de speelplaats. Het jaar daarna gaan al mijn vrienden naar de fucking hogeschool of universiteit. En dan zit ik daar. In het zesde middelbaar. Helemaal alleen. Dan zit je gewoon een jaar achter op al je matties. En dan holy shit. Dan heb je gewoon een kutleven, waar je weet dat al je vrienden uitgaan in Gent of in Leuven of in Antwerpen. En jij zit daar, dat is de middelbaar. Terwijl al je vrienden al dikke studies aan toe zijn voor hun toekomst. Ik kan het niet over mijn hart krijgen, denk ik, als ik moet blijven zitten. Wojo, dan krijg ik de depressiefste periode uit mijn leven, denk ik. Je zomer is ook helemaal naar de kloter, want je denkt elke dag in de zomer, holy shit, ik moet mijn jaar opnieuw doen. Ik zit niet meer met al mijn vrienden in een jaar. Want denk je daar elke dag aan in de zomer, dan is heel je zomer naar de kloten. Man, je moet een jaar opnieuw doen dat je al een keer hebt gedaan en je hebt alles al gezien. Dus holy shit. Er is niks, maar dan ook niks positief van een jaar opnieuw doen. Het is echt gewoon een jaar fucking tijdverspilling. Dus ik hoop dat ik jullie nu ook heb kunnen een beetje motiveren om veel te studeren voor deze examens, die jullie er zeker door zijn. Want anders is alles kut. En hoe graag dat ik het ook zeg, ik ga echt mijn best doen voor de examens. Ik ga zorgen dat ik een leuke zomer heb. Want als ik gelukkig ben in de zomer,
dan gaan de video's in de zomer ook leuker zijn. En er is niks beter dan een leuke zomervlog in de zon op het strand, shit like that. Daar kijk ik nu echt al naar uit. Maar stel ik heb een C-attest op mijn rapport, dan. Wow, yo! Wow, yo! Nee, dat is echt geen optie. Zet het al maar allemaal uit jullie hoofd als je denkt dat je gaat blijven zitten. Doe je best. Geef alles wat je kan geven. Geef als je binnenkomt bij examen je leerkracht of je professor een hand. En, I don't know, doe gewoon je best. Ik ga dat ook proberen. Ik ga gewoon, ja, ik ga alles geven. Ik ga zoveel mogelijk studeren. Ik ga proberen volgend jaar nog altijd wiskunde, economie te doen of zo. En het vijfde middelbaar is het allermoeilijkste jaar van allemaal. Dus ja, het vijfde middelbaar wordt ook wel pittig moeilijk. Maar we vliegen er tegenaan. We doen het met style. We doen het met acid style. We gaan de examens knallen. Ik ga die leerkrachten een keer tonen wat de echte power van ACID is. En ik ga gewoon elk examen crashen. Halve fysica. Dat is eigenlijk al een buis voor ik eraan ben begonnen. Ik snap er al heel het jaar niks van. En nu moet ik fucking veel leren ervoor. En ik snap er niks van. Het is te moeilijk. Het is te veel. Het is al moeilijk. Probeer het zo positief mogelijk te bekijken. Ga vroeg slapen. Kijk elke avond de ACID video. Like elke avond de ACID video. En dan garandeer ik jou dat jij door je jaar zal zijn met een goed rapport. En dat je een geweldige zomer gaat hebben. Jongens, ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben ACID en ik zal zeggen. Jongens, ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Wil jij de vorige video zien of een random video? Klik je dan ergens onder op de annotatie. Ik ben ACID en ik zal zeggen. Jongens, adios, bitches. Holy shit, mijn camera is nog niet uitgevallen. Nice.